De meest opvallende naam bij Achilles in de basis is Tim Sanders. Geopereerd aan beide Achillespezen en meer dan een jaar eruit geweest. Maar nu dus terug in de wedstrijd tegen Jong PSV. En ook in de basis Kürşat Sürmüli. Hij speelde voor de winterstop al sterk en wordt nu beloond met een basisplaats. Gewoon laten zien dat ik erin hoor. Voor mezelf dan in ieder geval. Ik denk dat iedereen dat doet. En dat ik er allemaal aan de deur, dat is alleen maar mooi. Ja, waarschijnlijk speel je ook tegen Jong PSV. Nou, als dat zo is, dan is dat mooi meegenomen, toch? Leon Kaak staat ernaast. Hij begon goed in het seizoen, maar kende een flinke terugval. Nou ja, natuurlijk ga je denken van, hoe kan dat? Ze zetten me op een andere positie. Heeft ook een klein beetje mee te maken. Dus ik werd uit de as weer naar rechts gezet. Ja, daar kom ik toch minder uit mijn voeten dan als ik een spel voor me heb en het moet gaan verdelen. Dus. En dan moet je daar eerst aan wennen en dan gaat het redelijk, maar niet goed genoeg zoals wat ik moet halen. Ja. In Sürmüli zien ze wel toekomst bij Achilles. Ik heb net toevallig een gesprek gehad. En het gesprek verliep gewoon positief, dus niks op aan te merken. Dus de kans is groot dat jij hier blijft? De kans is groot, ja. Ik ga er 100% weer voor geven en laten zien dat het beter moet en beter kan dan de afgelopen wedstrijden voor de winterstop, 100%.